kijkt hier naar een poging in Noord om een luchtkasteel vakkundig te slopen. Daar zijn ze blijkbaar in Noord nog steeds niet helemaal van genezen. Even kijken hoe het hier binnen gaat. Maar. Gaat het nog daar binnen? Gaat het nog? Ja, heel erg. Ja? Ja. Jullie hingen helemaal op de grond, man. Ja, ik weet het. Dat vind je wel mooi. Ja, heel mooi. Nou, hartstikke goed, jongens. Ga maar lekker door. Dan gaan wij door met belangrijke zaken. Want hier heb je natuurlijk, zoals elk jaar als ik meedoe, de opstelling voor de AT5 Oranje Quiz. Ja hoor, maar dan moet ik eerst even een paar mensen hebben. En hier bij Sociëteit Sexyland zitten vast wel een paar mensen die mij zouden willen assisteren. Hebben jullie misschien zin in een quizje? Oh ja. Ja? Laten we gek mee? Oh, loop maar even met me mee. Kom jij ook mee dan? Ja? Gezellig. We gaan eens even kijken hoe dit ook alweer werkt. Zo, hallo. Hoi. Hoe heet je? Dennis. Hoi Dennis. En jij? Enid. En waar komen jullie vandaan? Schagen. Schagen? Ja, Schagen. Helemaal uit het verre West-Friesland overgekomen? Ja, ja, met de trein. Maar wel zoals een echte Schagen, gewoon alweer met een biertje in je hand. Tuurlijk. Zoals het hoort, ja. Het werkt als volgt, de AT5 Oranje Quiz. Ik heb hier een aantal vragen. Als je het niet weet, dan, ja, dan moet je iets drinken. Je mag wel kiezen uit iets non-alcoholisch of iets alcoholisch. Dus, een beetje... Je mag ook in één keer zo'n soesje naar binnen werken. Dat, ja. Ja, voor het drinken, hè? Voor het drinken, toch? Ja, ja. Oké, okay, nou, zullen we maar beginnen dan? Oh, ja. Als je het weet, dan druk je op de zoomer. Oké. Okay. Dus even kijken hoor, of dit wel de vragen zijn. Ja. Staat de antwoord er ook op? We beginnen met de quiz. Gewoon de oranje quiz, hè? Dus zoals het hoort. Daar gaat hij. Oranje is een zogeheten secundaire kleur. Maar wat betekent dat? Oh, dat het gemengd wordt van twee primaire kleuren. En welke kleuren zijn dat? Rood en geel. Jij hebt een punt en jij hebt een shotje. Bam! Domme. Doe dit thuis niet, mensen. Het is heel slecht. Heel slecht. Moet ik even zeggen. Tweede vraag. Welk café in Amsterdam heeft altijd een leef... De Blaffende Vis. Ja, dat is een punt voor jou. Ik wist het. Ja. Ja. Helemaal goed. Ja. Dit jaar stond Willem erop natuurlijk. Maar ook nog iemand anders. Eberhard van der Laan. Ja, je moet wel drukken inderdaad, ja. Oké, okay, kijk je nu wel uit? Hierna mag jij even... Wordt het voor jou verplicht sinaasappelsap, hoor. Oké. Maak dit lied van André Hazes af. Nederland, oh Nederland. Ik ben de je bent de kampioen. En dan? We houden van Oranje om zijn daden eens te doen. Dat is helemaal perfect gezegd. Dus ja, voor jou weer... Zo, proost. Nou, even klaar hoor, jongens. Nou gaan we voor de soesjes. De volgende ronde is soesjes. Welke rapper-presentator uit Diemen kreeg gisteren een lintje? A. Hangjongeren. B. Ronnie Flex, toch? Of niet? Sowieso niet goed. B. Oh, nou ja, je kiest het zelf, hè? B. Terrortiener. C. Rotjoch. Of D. Mark Rotte. Rotjoch. Nee, dat krijg ik toch niet. C. Rotjoch. Nee, dat kan toch niet? Was ik aan Rotjoch? Oké, okay, C. Dat was inderdaad goed. Had jij eerst moeten zeggen, natuurlijk. Nee, je hebt wel gehad, hè? Ja, maar ik prop wel zo'n soesje in, lekker. Hij heeft er wel zin in vandaag. Amsterdam kent ook een binnen-Oranjestraat. Die ligt in de A. Haarlemmerbuurt, B. Staatsliedenbuurt, C. Oosterparkbuurt. Staatsliedenbuurt? Dat is hartstikke fout. Ja. Het is de Haarlemmerbuurt. Ja, Haarlemmer fout. Ja, mooi. Fout. Ja, mooi. Neem een lekker sinaasappel. Ja, dus, wordt heel veel zijn boos. Ja. Er kwamen gisteren foto's uit van het koninklijk gezin. Gemaakt door een beroemde Amsterdamse fotograaf. Wie was dat ook weer? Ja, Olaf. Erwin Olaf is goed. Ja. Jongen. Het gaat niet goed zo. Dat is goed. Kennen jullie de film The Fault in Our Stars? Ja. Ja? Heel veel Amerikaanse tieners die vonden dat een schitterende film, speelt zich af in Amsterdam. Daar ligt ook een restaurant in die film. Aan welke gracht? De Orangey heet dat restaurant. Aan welke gracht is dat? Hele keurige gracht in Amsterdam. Prinsengracht.
Utrecht bijna goed. Keizersgracht? Keizersgracht was goed. Nou, ja. Oké, ik zet jou nu op rantsoen. Jij mag alleen nog maar soesjes. Ja, dat vind ik echt oneerlijk eigenlijk. Nee, alleen nog maar soesjes voor jou. In welk gebouw werd Willem-Alexander ingehuldigd als koning in 2013? In Amsterdam. Oh jeetje. Dat weet jij. Ik weet niet. Het is een vrij groot gebouw. Paleis op de Dam? Jij hebt het goed hoor. Ja. Ja, dat is goed. Oh, je neemt zelf. Ja, dat weet het goed, hè? Maakt het uit. Nou. Je hebt het goed. Waarom neem je een shotje? Oké. Oké. Voor de Republikeinen onder ons nog eventjes... De niet-oranje ronde, heel snel. Net geen oranje. Welke kleur hebben de lampen op de wallen? Rood. Dus jij natuurlijk weer, dat is goed. Welke Erik presenteerde jarenlang de top 40? Wat dan? Welke Erik presenteerde jarenlang de top 40? Erik. Weet ik niet. Zwart, jammer. Hoe heet de technisch directeur van Feyenoord? Oh, dat hoor ik te weten. Dat hoor ik te weten. Ik weet dat niet, ik ben van Marten van Geel. Ja, is goed. Chef Kok, die heeft een restaurant dat heet Rons Gastrobar. Ron Blauw. Nou, jullie komen er niet meer uit, jongens. Ja, dat is wel lastig. Ik wil wel, zullen we wel constateren dat jij gewonnen hebt? Ja, vind ik dan ook. Heb jij bij deze schitterende AT5-tas gewonnen. Helemaal de verkeerde kant op. Ja. Ja, nog steeds hier vanaf de grachten. Jongens, hoe gaat het hier? Fantastisch. Misschien kun je een beetje naar de camera draaien. Dan zien de mensen ook met wie we staan te praten. Maar ja, wat een mooi uitzicht hier, of niet? Ja, prima. Prima dagje zo. Lekker hoor. We missen een beetje de zon. Wel deze mooie dames. Die zien de kijkers dan weer niet, hè? Nee, dat is weer... Maar goed, wat is de planning voor vandaag? We hebben geen planning. We gaan met de flow en dat zullen we al zien. Dan moet je even over 5 uur terugkomen. Dan kan ik je vertellen wat de planning voor vandaag is. Maar nee, geen planning. Nee. Beetje genieten van de dag. Ja. Rustig beginnen? Ja, heel rustig begonnen. Niks te klagen, maar hij heeft denk ik een ander verhaal. Oh ja, is dat zo? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik niet echt een verhaal heb. Ja, maar ik aan het kijken naar de dame achter de... Oh, je bent helemaal geïntrigeerd, hoor ik al. Ja. Maar waar kom je vandaan? Eindhoven. Ja. En hoe zou in Amsterdam dan Koningsdag vieren? Nou, deze jongens die willen heel graag naar Amsterdam verhuizen. Ik denk, ja, moeten we gewoon even gaan kijken wat er gebeurt hier. Oh, je bent een beetje aan het rondkijken, aan het keuren. Ja. En? Wat denk je ervan? Ja, het is leuk, maar het is geen Eindhoven. Nee, wat is het verschil dan? Ja, in Eindhoven is gezellig. Je vindt hier niet gezellig? Nog veel gezelliger. Oh, oké. Maar hoe laat ben je begonnen vandaag? Gisteren, je bent gewoon doorgegaan? Ja. Je bent nog steeds bezig? Nog steeds een beetje dronken van gisteren, ja. En hoe was je Koningsdag dan? Ja, het was fantastisch, maar dat was in Eindhoven. En toen ben je in één keer doorgekomen. En jij ook? Nee, ik niet. Daarom heb ik hem net doorgestuurd. Ik heb lekker geslapen. Keihard gewerkt deze dagen en nu... Maar ga je het nou wel trekken die hele dag nog? Ja, zeker. Zeker omdat hij zo veel gezelliger was als in Eindhoven. Nou, ik wens je nog een fijne dag. Ik jou. En jij, ja, je zegt een beetje door de stad lopen, dat wordt het? Dat wordt het, ja. Maar we hebben een... We gaan kijken naar werkclub.com. Ja, dat is goed. Dat is onze salesman. Maar goed, we hebben een reisleider met ons. Die kent Amsterdam een beetje beter. En die gaat jullie ons goed bij. Ja. Dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Nou, Cecile, hoe gaat het daar bij jou? Ben jij een beetje gelukkig in je werk? Wij kunnen hier wel hoor. Ja, wij staan hier op de Prinsgracht aan de andere kant. En ze zijn hier druk aan het schaken, maar ik weet niet wie er nu gaat winnen. Wie staat er, waar gaat het de goede kant op? Nou ja, ik sta een pion voor, maar ik sta lastig in positie. Dus, ja, en het is wel even leuk om te melden, dit wordt allemaal gedaan voor het goed doel in Nepal. Dat is de Maya Stichting.
En al het geld wat we vandaag verdienen, dat gaat naar het goede doel, naar 3 scholen in Nepal. Ja, absoluut. Ja. En dat doen jullie allemaal, want ik zie iedereen hier met grijs. Oké, ik word hier. Ik moet naar jou. Hallo. De leider van de gang. Eens onder zijn gelijk. Met wie heb ik hier het genoegen? Ik ben Rikke. Hallo. Vertel, wat zijn jullie allemaal? Wij zijn geen scholengemeenschap in Nepal, maar in Nepal bestaat een scholengemeenschap waar we onderwijs bieden, waar ouders 2 dagen per maand voor ons werken. En op die manier kunnen wij hun van goed onderwijs voorzien, hun kinderen. Dus dat doen we. Ze maken bijvoorbeeld. De ouders van de kinderen maken deze armbandjes en die kunnen we dan verkopen en ze bouwen de school en ze bouwen de klaslokalen. En dat doen jullie ieder jaar met Koningsdag? Ja, we zijn een officiële stichting, dus we doen meerdere projecten, maar met Koningsdag doen we onder andere dit ook. Ja. En het zijn allemaal jonge mensen, zie ik, die daaraan meewerken. Dat is waar. Wat zeker. Goed. Ja. En iedereen vrijwillig? Ja, en we gaan er elk jaar heen ook. Of ik ga er elk jaar heen. En wat tref je daar dan aan? Hoe bedoel je? Nou ja, als je naar hier zegt, dan ga naar die school. We hebben 4 scholen en we zijn all the way up to high school. Dus tot de kinderen 18 zijn. En ja, dat is het eigenlijk in mijn bieden. Wat ga je daar dan doen? Ik heb een beetje een coördinerende rol omdat ik er vaak geweest ben, maar vooral in constructie en op het land werken. En we proberen zoveel mogelijk Nepalese leraren daar te hebben. Maar we werken in een heel ruraal gebied, dus het is vrij moeilijk om daar goede mensen te krijgen. Ik wil wel zeggen dat we, als het dan toch op tv komt, dat het een helemaal Nepalese project is. En dat wij alleen een ondersteunende stichting zijn, maar de jongens in Nepal hebben het opgezet. En dit zijn de kinderen dan? Dit zijn de kinderen inderdaad. Lopen we even naar die kant op, mogen we hier achterlangs? Dankjewel, goed bezig. Versie sinaasappels? Ja. Bent u aan het genieten? Zeker, ja. Ja? Dus AT5, ja. Ja, dit gaat Oh ja, nee, dan moet ik even wat serieuzer antwoorden. Ja, nee, ik ben zeker aan het genieten. Ja, nee, het is hartstikke leuk hier. Ja, en het is voor Nepal, hè, dus we zijn... Ik zing af en toe ook een liedje en speel wat aan het keyboard. Laat eens wat horen. Nou ja, we doen een beetje smartlappen, dus met bloed, zweet en tranen. De eerste keer dat ik die hoor vandaag. Oké, de eerste keer. Nee, ja, dat kan me voorstellen op zo'n dag als vandaag. Heel goed. Graag, hè. Zoveel mogelijk hazes. Heel goed. Dankjewel. Welk nummer komt er nu? No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Karen, sing on me. Ze kent de tekst niet. Back still in a borrow. Like Sunday morning, that's why I'm easy, easy like Sunday morning. Oh, goed bezig. Why in the world would anybody would change my way? Gaan de pannenkoeken goed? De grabs? Ja, het gaat super goed. Maken jullie die zelf, jongens? Ja. Wat moet er dan allemaal in? Geheim. Geheim van de kok. Heel slim. Maar heb je het zelf gemaakt? Ja. Kan ik er eentje proeven? Ja. Oh? Kijk. Willen jullie heen, jongens? Zeg gewoon nee. Oh, toch wel. Heerlijk, met een servetje. Hoeveel heb je er al verkocht? Geen idee. Niet meer op mijn hand te tellen? Nee, niet om te tellen. Oh, heerlijk. Wil je poedersuiker, stroop of Nutella of jam? Doe maar even wat poedersuiker. Heb je ze zelf al geproefd? Ja, ze zijn heel lekker. Ja? Heb je er ook één gemaakt? Nee. Nee. Dat doet alleen de kop. Ja. Nou, dan neem ik die mee voor onderweg als het mag. Moet je natuurlijk ook geld hebben, hè? Hoeveel krijg je dan van mij? 1 euro. 1 euro? Ja.
Hebben we dat? Volgens mij heb ik dat wel in mijn tas. Ik kom je zo 1 euro brengen. Ga ik dat even zoeken. Dankjewel. Dankjewel. Maar dan moet ik wel even proeven natuurlijk. Heel goed. Complimenten. Doei. Wil je een hapje? Kijk eens. Ja. Kijk, hier heb ik het geld voor jou. Hoeveel krijg ik dan terug? 9 euro. Nou, dat heb je snel gedaan. Dankjewel. En ook in de rest van de stad is het natuurlijk een feestje. Wij gaan zo die richting op. Maar laten we even gaan naar een van mijn collega's die verderop staat in de stad. En dan gaan we verder.